We staan hier vandaag bij Boerencamping De Kei van de familie Res. En we hebben net een telefoontje gekregen dat een koe op het punt staat te bevallen. Laten we een kijkje gaan nemen. Jullie hebben het al een beetje gezien. Die koe die loopt een beetje te dralen door het land heen. Gaat de staart omhoog, gaat staan en gaat liggen. En op een gegeven moment blijft hij liggen. Dan komt de waterpocht, noemen we dat. Dan komt er eerst een plas water uit als het ware. En dan zien wij ook al dat hij druk bezig is. En op een gegeven moment gaat hij liggen en dan komt de voetpocht, noemen we dat. Waar de pootjes in zitten. En zo gaat het gaat verder. En hoe lang duurt zo'n bevalling dan ongeveer? Ja, het scheelt als de ene koe met de andere koe. Maar gemiddeld binnen een kwartier is het dan wel gebeurd. En hoeveel koeien hebben jullie? Wij melken ongeveer 75 koeien. Die kalven proberen we dat ze ook elk jaar allemaal een kalfje geven. De oudere koeien, die, als ze echt heel oud worden dan, of ze gaan wat markeren, ja, dan krijgen we geen kalfje meer van ze. Maar ze moeten elk jaar een kalfje geven om de melkproductie op peil te houden. Als een koe gekalfd hebt, dan gaat die binnen 2 maanden zit die op zijn topproductie. En dan de verloop van het jaar, dan zakt dat weer af. Maar in die tussentijd willen we hem wel weer drachtig hebben. Daarom hebben we ook een stier bij de koeien lopen en die dekt de koeien dan weer. Elke 6 weken komt de veearts. En die komt ze scannen en die kent precies op de dag af zeggen hoe lang ze drachtig zijn. En aan de hand daarvan kunnen wij zien van hij moet dan kalven. En dan 6 weken van tevoren, dan zetten we ze droog. Dan krijgen de koeien zwangerschapsverlof. Dan kunnen ze echt voor hun eigen en voor hun kind gaan zorgen. En als ze gekalfd hebben, dan moeten ze weer in het productieproces mee. En hoeveel stieren zijn er dan voor die vele koeien? 1 stier voor al die koeien, dus die hebben een heel mooi leven. En helpen jullie bij zo'n bevalling? Vaak redt de koe het alleen wel. Maar als we er wel in de buurt zijn en van denken, we helpen even een handje. Maar in de regel redden ze het wel zelf. En na de bevalling stonden jullie bij het kalfje. Vindt de koe dat allemaal goed? Ja, in de regel wel hoor. Hij beschermt zijn kalf goed. Het vlies wat hij net liet vallen ook, dat vreet hij meteen weer op. Ook een beetje om, ja, dat is het instinct natuurlijk om de roofdieren tegen te houden. Ja, die heb je hier natuurlijk geen last van. Maar het is toch het instinct om de boel schoon te maken. En een oudere koe vooral, die is altijd wel zuinig op zijn kalf.